Vanaf vanmiddag dan trekt storm Eunice over Nederland. En het lijkt echt een heftige storm te gaan worden. Maar wat gaan de precieze gevolgen voor ons zijn? Vanaf het middaguur dan begint de wind vanuit het westen in kracht toe te nemen. En dan wordt al windkracht 7 bereikt, met windstoten van boven de 75 km per uur. En dat kan al genoeg zijn om verschillende spullen in je tuin weg te laten waaien. Zo ook bijvoorbeeld je trampoline. Maar pas vanaf de namiddag begint Eunice echt in kracht toe te nemen. Met aan de kust dan al zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur. En daardoor kunnen bijvoorbeeld grote takken afbreken. Ook het verkeer begint er flink last van te krijgen. En je zwakke schutting, die krijgt het ook al flink moeilijk. Aan het begin van de avond dan staat er langs de volledige westkust een windkracht 9. En lokaal misschien zelfs al een windkracht 10. Ook in het binnenland zijn er dan windstoten mogelijk boven de 100 km per uur. En als je aan de kust woont, dan kunnen zomaar je eerste dakpannen gaan sneuvelen. En al die losse tuinspullen in je tuin, die vliegen echt alle kanten op. Dus zorg dat je alles goed vastzet. Halverwege de avond, dan wordt het hoogtepunt van de storm bereikt. Op de Wadden staat dan mogelijk zelfs kort een windkracht 11 met windstoten boven de 130 km per uur. En daardoor kunnen bijvoorbeeld schuurtjes los gaan raken. Ja, dit kan wel eens de zwaarste storm worden sinds 2018. Wow! Het kan dus echt heel heftig gaan worden. Dus zorg ervoor dat je je spullen in de tuin goed vastzet of ze even binnenlegt. En voor de rest, ga alleen naar buiten als het echt nodig is.